Ja, gewoon met mijn hand, zo een beetje. Waar zoeken? Waar ga je met die hand heen? Ja, wingers. Ja. Oké, dat is geheim. Het is echt een waanzinnige stem, echt. En wie ben jij? Baas van die toko. Dank, maar nee. Mannenharten was een groot succes. Waar gaat Mannenharten 2 over? Ja, het zijn dezelfde mannen. We gaan door met dezelfde personages. En ze zijn nog steeds op zoek naar de perfecte liefde. Ze klunzen daarin. Ze vinden de liefde soms en ze zijn het ook weer kwijt. En dat is ontroerend en grappig en herkenbaar. Ik moest erg lachen tijdens de film. Dus ik vroeg me af, wat was voor jullie het favoriete moment op set? Nou, ik had een heel koud moment op set. Want wij draaien op een gegeven moment bij een prachtig kasteel. Mijn tegenspeelster Maartje van de Wetering, die speelt een rockchick. En die neemt een videoclip op. En dat was stervenskoud. En dan had ik een hele lange monoloog. En die kreeg ik niet uit mijn bek, omdat het zo koud was. Dus toen moest ik in een warmhouttentje aan de zijkant van de set warm worden. En dan riep iemand, ben je er klaar voor? Ja, ja, het gaat alweer. En dan rende ik de set op en dan deed ik snel die monoloog. Maar het was echt heel koud. Dus dat is eigenlijk mijn meest memorabele koude moment op de set, ja. Ik werd op een gegeven moment op een soort van ijzeren constructie gehangen. Want ik moest een soort stunt doen en ik werd heen en weer gedraaid. Ik kreeg op een gegeven moment een ongeluk. En dan draait de hele wereld om mij heen. Dus die camera werd op die ijzeren constructie gezet. En ik ook. En ik werd helemaal heen en weer gedraaid. Dat was mijn favoriete moment, want achteraf gezien was het eigenlijk wel leuk. En ik heb urenlang in een file gezeten met Jeroen Spitzenberger. Urenlang. Zwaar. En dat was heel zwaar. En daar is echt iets ontstaan, toch? Dat was echt ontzettend leuk. Dat kan ik iedereen aanraden. Dit zijn de ware. Boven de echte. En de ware. Danny? Is het aan te raden om deel 1 nog even te kijken voordat je naar Mannenharten 2 gaat? Nou, kun je altijd doen. Mannenharten 1 zien. Maar je kunt Mannenharten 2 ook zonder Mannenharten 1 zien. Het staat echt op zichzelf, de film, hè Mingus? Ja, dat is absoluut. Ben ik met hem eens. Ja, en we missen Mingus in 1. Dus dat is ook weer, begrijp je? Dat, ik ben nieuw bij de film. De tijd dat ik mijn leven ga doen. Doe dat morgen. Gaan zuipen en als van ouds groots en meeslepend de goot in. Yeah! Oké, ik heb even een kort quiz / adviesdingetje voorbereid waarbij ik advies aan jullie wil vragen. Hier komt het. Welk filmgenre wil je het liefst zien tijdens een date? Romantische actie. Ja, Jeroen Spits zou nu zeggen een zwaar oorlogsdrama. Daar heeft hij op een of andere iets mee, heb ik begrepen, vlak voor een date. Maar die is er niet om dat zelf te zeggen. Romantische films, weet ik niet. Ja, misschien wel toch wel 2 Weddings and a Funeral. Nee, 4 Weddings and a Funeral. Geen idee hoe die film heet. Leuke film. Moet je kijken als je date hebt. Handen in elkaar verstrengelen, lieve dingen tegen elkaar roepen en kusjes in de nek. Of raak me niet aan, ik wil film kijken. Nee, ik op een gegeven moment, zit je in die film, dan zoek ik op een gegeven moment wel iemand op zo, naast me, eventjes. Ja, dat... Maakt niet uit wie het is of niet. Nee, maakt niet uit. This will be everlasting. Jouw grote liefde, heb je er gevoel? Waar het om gaat, het hartstocht. Mannenharten 2. Vanaf 17 december. Bij Pathé.